Mijn beste vrienden, Paramaribo groetje met een groetje Biggie Brazza. Zoals altijd, straight from the heart, puur natuur. Nu maak ik nog een grap. Jara, Brazza, mano Brazza en verkeerde sma. En Segi, Segi op Peking, Segi op Grand Peking. Hier en nu. Dat land van ons is een beetje broeia, altijd al. En het is een beetje om gek van te worden. En de. Alleen mensen sturen, dus als je die wensjes hoort die ik kreeg, man, mijn god, man. De laatste was, Paul vergeet niet, God zij met ons Suriname, zo zegt ons volkslied toch. Maar volgens mij, ja, heeft God zich allang, kijk God de andere kant op, wat er met Suriname gebeurt. Want we trangen, je ziet, we doen zo wanneer. En ja, het versje dat we kennen van Suriname is, ze stelen, ze liegen, ze bedriegen, ze dieven. Wat doen ze nog meer? Ja, ze lichten op. Wat doen ze nog meer? Ze houden het volk dom. Wat doen ze nog meer? Beste vrienden, heren. Laat me dit oude versje wat u inmiddels kent even toelichten. Die grondwet, toch? Die zou eigenlijk ons moeten beschermen voor willekeur. En je ziet dat die grondwet dat voor een deel doet, maar de rest ook gewoon openlaat, zodat mensen het kunnen invullen zodat, op de manier zoals ze denken dat het goed is. En die manier is een gevaarlijke manier, omdat het leidt tot de grootste onzin die je maar kan voorstellen. Hoor, die grondwet is gemaakt in 1987. En het is niet zomaar gemaakt. Er was een eerdere grondwet. Vanaf de onafhankelijkheid hadden we een grondwet, 1975 toch. En de militairen kwamen in 80. En toen was die grondwet buiten orde. Dus er werd per decreet geregeerd. Soort grondwet. Hou je mond met je hele grondwet. En onder druk van al die mensen is natuurlijk op een gegeven ogenblik toch een nieuwe grondwet ontstaan in 1987. Waarvan iedereen weet dat die grondwet gemaakt is met de hete adem van de militairen in hun nek. Ja, ja. Veel informatie die ik u vertel komt uit de colleges van Dr. Hugo Fernandez Mendes. En u kunt ze ook volgen op, via deze video's. Ik hoop dat hij ons meer colleges gaat geven, waaruit ik dan de verhalen kan putten om met u erover te praten, wetende dat ze ook gefundeerd zijn. Die grondwet, terug, 87 gemaakt, met de hete adem van de militairen in de nek van de makers van die grondwet. Die grondwet was helemaal niet echt bedoeld. Eigenlijk is het een nep democratische grondwet. Want het zit vol opzettelijke wetten. En vaak ontbreken ook bepaalde wetten. En die grondwet was eigenlijk opgericht om de militairen van dienst te zijn. En niet de gewone burgers. En daarom hebben een heleboel van die wetenschappers gezegd, die rechtsgeleerden, hebben gezegd van, hé, we moeten dat ding zo snel mogelijk veranderen. Hè? Ja. U weet het is niet gebeurd. Dus we praten over 35 jaar terug. Het is niet gebeurd. Die grondwet zit nog steeds precies zoals het was. Met hier en daar een kleine cosmetische verandering of cosmetische aanpassing, maar dat ding is er. Wat ons stoort erin is dat bijvoorbeeld als je nu de handelingen ziet van Hendrika Persat Santoki, de president van Suriname op dit ogenblik, dan is er toch, hij is niet terug te fluiten omdat hij gebruik maakt van de ruimte die er is opengelaten in de grondwet. Zo zou bijvoorbeeld Santoki opgegeven ogenblik
ook kunnen zeggen van luister nou, ik word president voor het leven. Nou, dat zou niet kunnen natuurlijk, want daarvoor heb je een gigantische meerderheid nodig. Twee derde meerderheid minstens toch heb je nodig om dat ding te kunnen proclameren. Dat zal dus niet gebeuren. Maar theoretisch is die mogelijkheid er wel voor een president om te zeggen, ik maak mijzelf tot president voor het leven. Zolang er maar genoeg stemmen zijn die zeggen van ja, is goed, president, gaat u gaan. Dat was dus, eigenlijk is het een grondwet met een dictatoriaal spook wat erachter zit en waardoor een aantal zaken niet zijn ingevuld. En in de grondwet wordt niet eens ingevuld. Dat kan de president invullen, want de president heeft gigantisch veel macht in die grondwet. En die macht, heb ik u eerder gezegd, hè, die heeft te maken met de zogenaamde dictatuur die er op een gegeven moment gevestigd was in beginsel en uiteindelijk niet is geworden wat het moest worden. Maar, vergis je niet, van 2010 tot 2020 was er wel een parlementaire dictatuur. En parlementaire dictatuur, daarmee bedoel ik dat het parlement alleen maar ja en amen knikt op aangeven van de president, het hoofd van de regering. Dus de machtigste man in het land, die wordt op de voet gevolgd en constant ja geknikt door het parlement, zijn coalitie. Oké? En dat is natuurlijk een gigantisch lastige zaak, want daarbij is het dat we echt praten over partijpolitiek. Partijpolitiek. En al dat soort zaken zijn nu overgenomen door Chandrika Prasad Santokhi, de president van op dit ogenblik, al 2 jaar, vanaf 2020 tot nu, op dit moment, heeft hij al die ruimte heeft hij benut. Zo kan je bijvoorbeeld kijken naar het, zijn vrouw, die is, heeft een instituut gekregen en een stempel. Nou, daar staat dus in de grondwet is er geen enkele echte, zeg maar, constitutionele relatie met de vrouw van de president. Ik bedoel, zoiets als een first lady is ook uit het niets gegrepen, want ook dat staat niet in de grondwet. Weet je, maar het wordt maar ingevuld. En die grondwet, die geeft eigenlijk de president geweldig veel macht. Zoveel macht dat de man in Kayan kan beslissen dat hij een brug maakt over de Quarantaine rivier, de Quarantina. He? Dat daar via private public partnership dat ding in elkaar wordt gedraaid en gefinancierd wordt, maar niemand eigenlijk in het parlement weet hoe dat ding nou precies werkt. Dus je gaat voor verrassingen komen te staan. Daarbij moet je aantekenen dat onze buren onlangs een gigantische grote mond hebben gehad in verband met de 150 visvergunningen die Chandrika Prasad Santokhi wel degelijk had toegezegd. Hè? Zoals wij de vicepresident van Guyana begrepen, Bharat Jagdeo, was de minister van Buitenlandse Zaken daar. En toen ze naar Suriname zijn gevlogen, terug zijn gekomen, zegt Jagdeo, nog voordat de inkt op het papier was gedroogd, hebben ze gezegd, nee, we hebben niet beloofd. Maar wat er nou is gebeurd, is dat Seudien, de minister van Agriculture, Landbouw, Veeteel, Visserij, dat die man heeft gezegd van, hé, nou, ik kan dat ding niet doen, want Seudien is natuurlijk ook geen zuivere watje. Dan krijg je dat gevecht tussen die twee dingen. Waarbij Jagdeo zegt, de vice-VP van Guyana, die zegt, ja, het is alsof de minister van Agriculture meer macht heeft dan die hele president. Dus
je ziet dat het niet goed gaat. En wat wil nou dat alles zeggen? En je kan die foto gaan zoeken waar je wil, maar doe me plezier, laten we kijken naar die grondwet die zoveel macht geeft aan de president, dat hij gewoon echt eigenlijk scheid heeft aan het hele Surinaamse volk. Hij kan bezittingen van Suriname, kan hij gewoon weggeven aan een buurland. En dat gebeurt gewoon zo. Dat gebeurt gewoon. Ik heb u eerder het voorbeeld gegeven van die markt die gebouwd gaat worden. Niemand weet ook wie het gaat bouwen, hoe het wordt gefinancierd. Maar wat zegt dat ook? Het gaat ons niks kosten. En dat kost ons ook niks. Zo die quarantainebrug, dat kost ons ook niks. Dat is dit moment waarop het zo is. Alleen wanneer die brug gebouwd is, dan hebben we een ander verhaal. Er hebben Chinese multinationals en ik dacht één Nederlandse, hebben zich aangemeld, niet in Suriname om de brug te maken op Surinaams grondgebied, want quarantaine is Surinaams grondgebied. Nee, ze hebben zich aangemeld in Guyana, want daar gebeurt de coördinatie. En al, beste vrienden, dat klopt niet. Er is iets wat niet klopt. En me baruntranga, omdat straks wanneer het echt allemaal helemaal super is, En het gebeurt, dan kan je het niet meer stoppen. Nu al is het moeilijk voor Santokki om te stoppen. Omdat ze hem al verweten hebben dat hij onbetrouwbaar is. Maar kijk, niemand moet in feite aan mijn president komen. Dat is wat ik kan zeggen als Sernaman, toch? Maar we moeten wel toegeven dat die president in het ondertussen bij iedereen bekend staat als een leugenaar. Of moet je zeggen, een beloftenaar. Maar een promissie en hij doet niet. En als je een promissie en je doet niet, ben je gewoon een jokkebrok, een leugenaar, een liegbeest. Dat kan niet. Dit zijn zaken die een beetje raar zijn. En er is nog veel meer in die grondwet net niet klopt, want we moeten natuurlijk ook gewoon vaststellen hoeveel termijnen mag een president aanzitten. Dabi, 5 jaar, 2 keer 5 jaar, of mag deze maar ongebreideld zitten? En in deze situatie ook moeten we regelen. Wat is de positie van de vrouw van de president? Onlangs hebben we gezien dat Mamalassi aanzat als secretaresse van de president op een officiële meeting in New York. Dat zijn geen dingen die je mag doen. Sowieso niet. Maar als daar niks over staat in de grondwet, dan gaat die president het doen, want hij heeft de macht om het te doen, fluit hem maar terug. Nee, niemand kan hem terugfluiten. Wie hem terug zou kunnen fluiten, dat is de coalitie. Zijn eigen coalitie. Maar daar, lieve mensen, hebben wij het probleem van partijpolitiek en nationale politiek. Hoeveel malen zou de coalitie in ons parlement deze president al hebben terug kunnen fluiten als ze gebruik gemaakt hadden van hun recht om dat te doen. Zij weten niet waarvoor ze daar zitten. Zij zitten dus niet, moeten wij concluderen, om ons recht te doen. Ze zitten daar niet om ons te vertegenwoordigen. Nee, ze zitten daar om hun president te houden op de plek waar hij zit en om zelf ook van het plusje te genieten. Want het beroep parlementariër brengt veel geld op. Ja man, je praat over poen. Hè? Niet alleen wat ze daar verdienen, maar wat er elders ook verdiend wordt met hun nevenbelangen en nevenfuncties en dergelijke. Daar moet ook een eind aan komen. Die grondwet, beste vrienden, van ons, dat ding is zo gammel als de pest. En als we daar niet snel mee aan de slag gaan, wordt het alleen maar erger, want het heeft
veel gaten. En ondertussen heeft Chandrika Prasad Sandoki, de president van vandaag, heeft ontdekt waar die gaten zijn. En hij maakt er gebruik van. Tot zover. We gaan verder bij, met partijpolitiek. Zo dadelijk. Ik zie u later. No make the chayu in the gue. Bebari, no make the chayu in the gue. Blijf denken. Suriname unite. It's the only way we are going to win this fight.